Duitse bloed, maar Willem is toch van Oranje? Wat hebben wij dan weer met het dat Wilhelmus? Met, met, met Duitsland te maken, onze vader des vaderlands. En iets met een Spaanse koning, Willem de Zwijger. En die praten juist heel erg veel. Vrij ingewikkeld dit. Het zijn allemaal vragen waarvan je denkt van... hé, hey, laten we daar eens een voorstelling over maken. Willem van Oranje. Precies ja, een educatieve en muzikale geschiedenisvoorstelling... over Willem van Oranje. Luc Hazen is een van de acteurs die dat speelt. Luc, goedemiddag. Hallo. Die Willem van Oranje, dat was maar er eentje. Nou, dat was maar er eentje, inderdaad. Ja, er zijn al heel veel producenten die willen heel graag een hele grote voorstelling over hem ja. maken. Dus dat ja. betekent wel dat er best wel wat over hem te vertellen is. Zeker. Ja, er is zeker wat over te vertellen. En, uh... Nou, begin maar eens. Is... Zal ik eens beginnen? <laughs> <laughs> nee, dat dat we nog wel even. We hebben tot vanavond acht uur de tijd. Nee, we hebben... Dat zijn natuurlijk heel veel verhalen over die Willem van Oranje. Mm -hmm. um, maar wat, wat Arnaud al zei, er zijn natuurlijk heel veel vragen over. Ja. En dat is ook inderdaad waar onze voorstelling vooral over gaat. Uh, kijk, we kennen allemaal de geschiedenisles met de stoffige leraar die een verhaaltje vertelt over de geschiedenis, waaronder Willem van Oranje. En uh, toen ik ook gevraagd werd voor deze voorstelling, of uh, auditie deed voor deze voorstelling en daarna gevraagd werd, toen dacht ik ook, uh, jeetje, wat weet ik zelf eigenlijk over die man? En oh, ja, tuurlijk, ik heb het wel uh, geleerd, maar ja, wat nou eigenlijk? En wat het doel van onze voorstelling is om op een leuke humoristische manier het verhaal te vertellen uh, door middel van muziek en uh, snel, vlot, eigen tijd, ja. en toch iets van de geschiedenis te vertellen. Heb je een beetje ingelezen daarvoor? Want er zijn natuurlijk heel veel dikke boeken over uh, Willem van Oranje. Je moet er wel wat vanaf weten? Tuurlijk, ik heb wel een beetje uh, ingelezen. Ik ben uh, naar het Prinshof geweest in Delft. Ik heb... Uh, die film gekeken. En moet ik even nadenken, welke acteurs er ook weer in zaten. Willem Nijhot zat erin. Een, ja, oude, ja, serie, ja, een ja, ja, oude serie, een hele oude serie, die ja. heb ik bekeken. En uh, dat was ook nog op de oude stoffige manier. Dan, zeg Precies, maar. eigenlijk wel. En, maar wat niet op de oude stoffige manier is, en wat, wat ook echt een inspiratiebron voor mij was, was uh, welkom in de. Dat televisieprogramma op, uh, op ZEP volgens mij voor ja, jeugd. Klopt. Ook met uh, Frank Lammers en, uh, dat is Elise een en in en, een interview zitten. Precies. Ja. Zitten. Ja. En, uh, nou ja, en daar behandelen ze dan. Onder andere ook Willem van Oranje. En dat dat, dat heb ik wel gekeken. Geweldig. Waar de, de meeste kinderen, nou ja, ergens in de geschiedenislessen. Het gaat toch over die man die, die, die neergeschoten werd door uh, Balthasar Gerards. En die kogel die zit nog steeds in die muur daar, toch? In Precies. Delft, of... Ja, in Delft. In Delft. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou ja, zover nee. zo ver gaat het bij ja. mij. Zover gaat het. Maar ga nou niet allemaal vragen wat heeft het allemaal te maken met het Wilhelmus wat wij nog steeds zien. Nou, en, en ging dat, dat ook uit? Dat vertellen we allemaal in de voorstelling. En dat doen we niet echt vertellen van nou, nu gaan we het weer, weer. Want dan zouden we weer de stoffige leraar zijn. Nee, maar dat laten we echt op een leuke en humoristische manier voorbij komen in de voorstelling. Ik zie al leuke beelden. Achter me ja voor de mensen me die meekijken ook nou, ja. het is inderdaad heel erg interactief maar ook ja. met kostuums uit die tijden ja ja kostuums uit die tijden maar toch ook echt bij wijze van spreken uit de verkleedkist gewoon heel makkelijk met heel weinig middelen oh we zetten even een hoedje op ik ben uh, Philips de tweede we doen even dit en en ik ben die dus ook weer vanuit hele weinige even kleine middelen ja. Het verhaal vertellen. Het is een kleine productie door een ja. kleine producent opgezet. Ja. Voor, voor wie is het eigenlijk? Uh, onze doelgroep is eigenlijk vanaf groep 6 tot de tweede klas van de middelbare school. Uh, maar ik moet zeggen, bij onze première zaten er ook wel mensen van, uh, van onze leeftijd en jullie leeftijd in de, in de zaal. En die zaten ook enorm te genieten. Dus ja, wat dat betreft. Uh, ben je niet ja. snel te oud, denk ik, om deze te Hoe waren voorstellingen de recensies eigenlijk. dan eigenlijk? Ja, die waren echt uh, lovend, ja. Is het een aanvulling op het huidige theaterprogramma? Ja, dat is natuurlijk weer net begonnen. Hoe lang waren jullie met deze voorstelling bezig? Voor de corona ook al? Nee, 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 nog niet voor corona. We oh. zijn echt uh, eigenlijk uh, een beetje in het staartje zo in september dit jaar uh, uh, gestart. En hebben natuurlijk daarna nog wel weer een korte lockdown gehad, waarin we even niet speelden. Maar over het algemeen zijn we nu dit theaterseizoen begonnen. Mm -hmm. En... Uh, 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 een aanvoeling voor het theaterseizoen. Nou, we spelen niet alleen in het theater. Dus we hebben we hebben een, een inderdaad een theaterprogramma. Dus we gaan ook langs de theaters. Maar we, zitten ook, we spelen ook in de aula van de middelbare school. En of uh, de middelbare scholen komen collectief naar het theater toe op een woensdagmiddag of zo. Ik stel maar eens voor. Dus ja, dat is, ja het is gewoon de geschiedenisles op met, een leuke manier. Ja, met, 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 met hoeveel man spelen jullie dit? We doen het met z'n tweeën. En, maar ik zie er uh, meer op de site staan. Dat klopt. We, we wisselen het wat af. Ja, precies. Dus uh, we spelen niet altijd allemaal. En uh, dat heeft er ook mee te maken dat als, als het zou kunnen, dan zullen we het liefst gewoon de hele week lekker spelen. in iedere, in iedere school en overal. Dus ja. 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 Uh, een educatieve en muzikale geschiedenis. Ja. Um, uh, ja, dan kan je straks alle kanten op natuurlijk. Want na uh, Willem van Oranje pakken we gewoon nog iemand erbij. Precies, dat zou maar zo kunnen. <laughs> Als dat een beetje goed ja. aanslaat. En uh, nou ja, zoals ik het hoor, ja. slaat dat hartstikke goed aan. Dat is reuze interessant. Ja. Laat het de producent horen. Wat is de ik volgende hoofdgevoelenspel? Uh, van Oranje. Bernhard. Ja. ja, oh ja, Bernhard had zo nog eens kunnen dat Ook wel zo'n figuur waarvan ja, je, daar zou ik best wel wat meer over willen weten. Ja, dat is zwaar, Ja, dat is waar. Ja. 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 Heb jij al iets nieuws voor het nieuwe seizoen? Want in de theaterwereld loop je altijd een beetje vooruit. Ja, nou, op, op dit moment eh, nog niet. Willem Junior gaat volgend theaterseizoen ook nog wel door. Er lopen wel wat dingetjes en, en ja, ik. Ik kan nog heel weinig echt concreets over zeggen. Maar ja. Ja, ik denk dat het toch wel. En uh, 28 april is volgens mij een, een hele spannende dag voor jou, hè? Ja, dat klopt ja. ja. Want jij bent genomineerd ook. Ja, ja, musical award. Ja, niet overigens niet voor deze voorstelling, maar weer, nee. weer voor een andere voorstelling die ik inmiddels al Als weer. Voorbijstormend talent nee, 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 ja, ja, voorbij <laughs> talent? nee, ja, voorbijstormend talent. Nee, beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical, namelijk in Spring Awakening, musical. Ah. En uh, ja, dat was ook een te gek project om te mogen doen. Dat is nu helaas alweer afgelopen. Misschien gaan we nog wel een reprise, maar vooralsnog voor is dat. Uh, voorbij, maar ja, alleen die nominatie is al heel eervol, dus ik ben hartstikke ja, dat telt, blij. Dat telt heel erg hè? Voor, voor jullie toch wel? Nou ja, dat telt heel erg. Uh, het, het is vooral gewoon een gevoel van erkenning en dat je denkt, uh, en ik ben ook, natuurlijk ook nog een jonge acteur die net eigenlijk een beetje komt kijken, dus het is dus, dus, ja, voor mij wel heel bijzonder om zo'n erkenning te krijgen. Ga je dan anders spelen daardoor ook een beetje? Met nee. meer zelfvertrouwen misschien? Nee, dan, of, of nee. Niet? dat hoop ik niet. Nee. Nee, ja, ja. Nee. Nee, nee. Spelen, spelen. Ja, ja. precies. Ik denk niet dat je, ook als ik het eventueel zou winnen, waar ik helemaal niet van uit zou gaan, maar eh, ja, dan denk ik niet dat het je persoon een betere speler maakt. Maar het is denk ik gewoon alleen de erkenning die een heel goede bijzonder zin, is. Een stimulans om vooral door ja. te blijven precies, gaan. Ja. Een mooie sticker op de poster ja. natuurlijk. 3 ja. ja. okay. april aanstaande. Uh, Willem Junior in theater het voorhuis hier. Uh, je gaat zometeen even voor ons zingen. Leuk! Wat voor liedje wordt dat? Dat is, ja, dat is een reprise van een, een nummer in de voorstelling. Zo heet dat in, in musical termen wel eens. Dan, dan komt er nog een liedje terug, wat eerder in de voorstelling op een net andere manier werd gedaan. Uh, Ga met ons mee de reprise. En dat is eigenlijk, ja, kan ik het een beetje verklappen? Je kan het wel een beetje verklappen, want ja, wat je ja. net al zei, Willem van Oranje, ja, kennen, wordt neergeschoten. We kennen het plan. een beetje. Ja, ja. En dit is eigenlijk het moment, eigenlijk een beetje het einde van de voorstelling waarin Willem van Oranje... Uh, Eigenlijk naast zijn graf staat en terugkijkt op, op zijn leven. En nou ja, oh. is het niet ook niet uh, nou, zijn, ergens goed voor geweest? We zijn benieuwd. Het woord zometeen. Ja.